Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is echt mental weer buiten. De ene minuut regent het keihard en de andere minuut schijnt de zon heel erg fel. Ik ben even wat dingetjes aan het editen. En ik ga vanmiddag lekker naar Soap. Ik ben al heel lang niet geweest voor een facial. Want ik voel allemaal kleine verstoppingen hier, voornamelijk rondom mijn kin. Daar heb ik het altijd. Hormonen, hè? What can I say? En ik denk gewoon na de vakantie, na zonnebrand elke dag, zon, zee, noem maar op. Dan krijg je huid gewoon een soort opstaat ervan. Dus ik ga de boel eens even lekker uit laten knijpen vanmiddag. Helemaal zin in. Ik heb, zoals jullie weten, een geweldige samenwerking met Stronger. En ze hebben een nieuwe collectie. Nou, ik kan je echt vertellen. Het is fantastisch. Ik ga jullie het even allemaal laten zien. Want je gaat oud. Nou, we beginnen met deze waanzinnig mooie donkerblauwe. Echt een hele mooie kleur. Zit fantastisch. Is een beetje een dun stofje. Dus ook echt perfect voor HIIT-workouts. Lekker zweten. En dit is de achterkant. Even kijken of jullie het kunnen zien. Zo. En ja, zit gewoon heel erg chill. Love it. Oh, en ik zeg dit er gelijk even bij. Ik heb een kortingscode van 20% korting, Vita20. En deze is 72 uur geldig. Dus sla je slag, zou ik zeggen. Maar er komt nog veel meer leuks aan. Dus get ready. Dan deze waanzinnige. Ik vind dit printje echt heel erg leuk. En ik hou van deze kleur. Deze achterkant is ook spectaculair, moet ik zeggen. Moet je even kijken. Allemaal leuke bandjes door elkaar heen. Vind ik altijd heel leuk. En is ook een beetje van die dunne, gladde stof. Ja, echt heerlijk. Nou, ik vind deze ook echt helemaal te gek. Helemaal een soort van retro vibe krijg ik hiervan. En dit is een wat dikkere stof. Zit ook heel lekker. Heerlijk voor de winter ook. Ook gewoon echt leuk om aan te trekken als je niet gaat sporten. Want let's be honest, dat doen we allemaal. Ik heb denk ik bijna elke dag een sportpak aan, maar goed. Maar ook echt heel erg leuk. Dit is de achterkant. Ja, zit heerlijk. En deze trui, hoe geweldig. Heerlijk, echt zo'n baseballtrui. Een beetje oversized is die. Hij is heel zacht van binnen. En dan staat er hier zo Stronger Sports op. Ook een beetje retro-achtig. Deze vind ik dus helemaal leuk staan bij deze legging. Kan er ook een klein stukje in doen. Dat doe ik dan meestal. En dan een beetje zo eroverheen. Echt geweldig. En dan last but not least, deze geweldige kleur. Dit is hetzelfde pak als die donkerblauwe die ik als eerst liet zien. Dus exact hetzelfde, maar dan heerlijk roze. En dit t-shirtje is ook super chill. Ik vind vaak als ik een les doe, bijvoorbeeld bij Velo, en het is winter of het is koud buiten, dan vind ik het best wel heftig om dan meteen zo koud in zo'n sport-BH te beginnen. Dus dan doe ik meestal zo'n t-shirtje aan. Of ik begin echt met een trui. En dan na de warming-up trek ik dat gewoon uit. Dus daarvoor zijn deze t-shirtjes echt super handig. En ja, ze hebben ze ook echt in meerdere kleuren. En sowieso hebben ze ook meerdere dingen dan alleen die sportpakken. Dus waterflessen, tassen, nou, zo die heerlijke truien, vesten, t-shirtjes. Dus het is echt. Je kan alles ook helemaal leuk met elkaar combineren. Nou, dit was mijn haul alweer. Vergeet dus niet mijn kortingscode te gebruiken. Vita20. Als je je slag wil slaan natuurlijk. En ja, dit was het.
Hello, hellootjes. Er is net een bestelling binnengekomen van de H&M Home. Want ik had een geweldige poef gezien. En... die had Martje trouwens in het voorstel gedaan. Zo kwamen we erachter. En ik heb 2 superleuke kussenslopen gekocht. Die hier helemaal bij passen. Want ik wil die blauwe... wil ik wegdoen. Want ik wil het wat warmer maken. Dus we gaan het even uitpakken. Ik voel me een beetje scream. Ja, ja, met dat enge mes. We beginnen even met de kussenslopen. Woehoe! Oh, die zijn best wel leuk. Oh, past echt mooi. Kijk nou. Super leuk en heel zacht. Oh. Even kijken hoor. Ja, dat is de goede formaat. Maar dat hadden we natuurlijk al gecheckt. Oh, heel leuk. Leuk. Nou. Ah! Keihard zo. Oh, ik vind ze echt leuk, schat. Heel leuk. Dat betekent dat deze eraf mag. Ja. Nou, helemaal leuk. Oh, love it. Nu de krapoef. Oh, hij is vet groot. Ik dacht dat hij veel kleiner zou zijn. Oh my god, maar ik las dat al op de website, dat sommige mensen me ook terug hadden gestuurd omdat hij te groot was. Maar toen dacht ik ook juist, ja, kan mij niet groot genoeg. Oh. Nou. Is wel leuk. Oh, hij is echt leuk zeg. Kijk. Nou, ik vind hem super leuk. En dat wordt de schoenen aan de poef. Ja, moet even kijken. Oh, dat zit wel lekker hoor, voor de schoenen. Voor de schoenen aan. Ja, vannacht de avond tv kijken op de poef. Ja. Het is dus een mix van wol en karton. Ga jij zitten? Oh, dat zit best wel lekker. Nou, morgen de hele dag werken. Poef. Goed voor je rug. Ja, dat voelt echt wel goed voor de rug. Ja. Nou, zet jij hem anders maar even in de gang, want we wilden hem dan hier, maar misschien staat dat wel heel stom. Zo. Moet deze echt weg dan. Dit vind ik best wel leuk. Zo, kun je lekker schoenen aan doen hier. Ik ben helemaal, ik vind hem leuk. Moet deze niet aanstaan? Nee. Zit je jezelf in de fik? Of is dit raar? Hmm. Ik vind het best wel leuk. We laten hem gewoon even daar en dan kijken we hoe het is hij in het leven. Hij gaat de nachtproef draaien hier. Ja. En we knippen wel sowieso even die dingen af, want ik wil hem sowieso houden. Nou, top. Doen we dat? Ja. Leuk! Leuk! Nou, wat een heerlijke overgang is dit. Dan ben je in Amsterdam en ineens zit je in Athene in je bikini. We liggen nu heerlijk bij het zwembad bij het hotel. We zijn gisteren aangekomen, gistermiddag. We hebben even rondgelopen gegeten. We waren allemaal super moe, want we hadden een hele vroege vlucht. En nu zijn we allemaal helemaal lekker bijgeslapen, ontbeten en... liggen we even lekker bij het zwembad en dan gaan we vanmiddag gezellig lunchen. En het is hier gewoon 30 graden. Het is bizar, terwijl het gewoon winter is in Nederland. Ik appte gewoon net en die zei, nou, ga je bij het zwembad liggen? Ik heb net mijn winterjas moeten aantrekken om naar werk te gaan. Bizar dat dat nog zo'n verschil kan zijn. Maar wel heerlijk. De benen fikken weg. Mag ik jouw zonnebrand? Mijn zonnebrand. We hebben zo'n spray zonnebrand en dat is gewoon, ja, ik weet niet. Alsof je niet helemaal gedekt bent. Nee, dan moet je het meteen helemaal uitsmeren. Dit is het zwembad. Dat is onze kamer, toevallig.
En dit is ons uitzicht. En dat is de Acropolis. Daar gaan we morgen naartoe. Ik ben ook heel benieuwd om dat te zien. En weet je waarom dat zo hoog op de berg staat? Zodat ze vroeger hun vijanden van heel ver konden zien aankomen. Maar ongelooflijk, want dat was dus ooit een stad. En dan denk ik, hoe klein. Als je nu om je heen kijkt. En hoe groot Athene is. Dat is echt niet normaal. We zijn weer terug op de kamer. Let niet op dit, want ik heb net een pukkel uitgeknepen. Erg aanwezig. En we hebben even gedoucht, omgekleed. We zijn alle drie in het blauw. Ja. En dit is onze kamer, by the way. Ons bed. Ons bed. En mama slaapt hier. Op een soort slaapbank, maar schijnt ook erg lekker te liggen. Helemaal gezellig met z'n drie op een kamer. Hè? Nou ja, jij hebt heel goed geslapen, zei jij. Ja, ik had al op de grond gelegen, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik film jou niet. Ja? Nee, het staat toch op mij gericht? Oh, dat zie ik helemaal niet. Selfie, kijk. Oké. Okay. En kijk, wij hebben dus een beetje hetzelfde uitzicht als het zwembad. Kijk even. Waanzinnig. En daar is het zwembad, daar lagen wij net. Maar je ziet gewoon de hele stad, hé. Echt helemaal te gek. Hier kan je dan nog lekker chillen. Maar ja, we gaan nu lekker lunchen. We zijn nu aan het lopen door de straatjes van Athene. We zitten in de buurt Plaka. Nou, dat is super gezellig. Dan moet je kijken hoe mooi. Dit is de weg naar het restaurant. Is het daar? Oh, wat mooi. Wat is dit gezellig, zeg. Hoe leuk is dit ook. Oh, wat leuk. Het ruikt ook lekker. Nou, eet smakelijk. Helemaal een lekkere Griekse lunch. Eet smakelijk. Eet smakelijk. We zijn nu even aan het wandelen door de straten. Allemaal leuke winkeltjes aan het kijken. En Elise heeft alweer wat gekocht. Yeah. Niet voor haarzelf, maar nee, voor de kids. Oh. Deze zijn voor Luca. En deze zijn voor Wolly. Oh, wat lief. Zo ontzettend lief. Niet normaal. We zijn terug op de kamer met al onze aankopen. En ik heb 2 paar handschoenen gekocht. Ze hadden echt allemaal hele mooie, echt leer en schapie van binnen. En nou ja, in Nederland zijn die best wel prijzig. En hier waren ze echt... Nou, dit was €22 per paar. Dus ik dacht, nou, ik koop er gelijk 2. Gewoon zwart. Dat past natuurlijk bij alles. En dan vond ik deze kleur heel erg mooi. Een soort van olijfgroen. Dat past natuurlijk ook bij heel veel dingen. En nu gaan we lekker chillen op bed. Nou, we hebben heerlijk gechilled. Lekker op de kamer. En het is tijd om uit eten te gaan. En ik dacht, nou, laat ik maar even een make-upje opdoen. Mama en Elise hebben ook mascara op. En dan voel ik me helemaal onder... hoe zeg je dat? Dan wil ik ook mascara op. Dus dat heb ik even gedaan. En ik heb mijn Griekse jurk aan. Ik vind het echt een soort Griekse jurk. Nou, wel heerlijk. Het is nog heel heerlijk zonnig buiten en warm. Zo'n zonnebril gaat ook nog even mee. En we gaan naar een vegan restaurant. Dus ik ben heel benieuwd. Het zag er wel heel goed uit. Winners Vegan heet het. Hmm. We waren net naar het vegan restaurant. Waar Eelt geregistreerd. Maar... Het zag er zo ongezellig uit. Het leek een beetje, ja... ja, ik weet niet. Het was niet heel leuk. Dus we zijn nu op zoek naar een ander restaurant. Want je hebt hier zulke leuke restaurantjes overal. Dus dan is het gewoon bijna zonde om dan bij iets te zitten wat je denkt... niet zo gezellig. Dus we zijn nu op zoek. Maar ja, we waren net bij een heel leuk restaurant. Oinicent, Oinucent of zo. En dat zat helemaal vol. Dus op naar het volgende. We hebben een restaurant gevonden, een Italiaans restaurant. Heel lekker. Oh. Nou,
Anyway, we hebben nu een lekker voorgerecht gekregen. We gaan lekker alles delen. Heerlijk. Ja. Ja. Of je hebt je wel te vertellen? Nou, we zijn klaar met eten. En kijk waar we nu langs lopen. Waanzinnig. En daarboven zie je de Acropolis. Acropolis. Ik leg de klemtoon verkeerd. Wauw, moet je kijken. Al die stenen moeten ze dan uitsorteren. Bizar. En gaan ze dan dat opbouwen. Goedemorgen, goedemorgen. Ik zie eruit, Elise en ik zien eruit als Amerikanen. Het is zo grappig, want nou, ik denk dat ons hotel bestaat alleen maar uit Amerikaanse gasten. Het is echt bizar. Ik wist niet dat Griekenland zo'n populaire bestemming was voor Amerikanen. Dus ik heb de Joey ook. Ik zei, schat, er zijn hier alleen maar Amerikanen. Zei hij, ja, Greece is super popular. Dus wij hebben ons helemaal erop aangepast, E en ik. We zien er helemaal sportief uit met een pet op. Want we zien er ook sportief uit, want we gaan nu de Acropolis beklimmen. Dat is natuurlijk helemaal boven, zoals jullie zagen. Dus daar gaan wij nu op. Moeten we natuurlijk wel hebben gezien. Ik heb er ook helemaal zin in. Ik ben super benieuwd. Ik vind het altijd mega interessant. Zo'n heel erg oud gebouw. En dat je dan helemaal gaat fantaseren van wow, hier hebben gewoon mensen voor Christus gelopen. Nou, echt. Vind ik altijd mega indrukwekkend. Dus ik heb er heel veel zin in. Flesje water bij de hand. Hè? Moet het natuurlijk niet uitgedroogd raken. En nemen jullie mee. Nou, daar gaan we. We zijn bij het entree van de Acropolis. En wij hebben al heel slim onze kaartjes gekocht. Joejoe. Wauw, ik denk dat dit een soort theater is geweest. Een soort mini colosseum. Dit is waar de acteurs naar binnen kwamen. Oh. Dus deze rijen waren tot daar, tot die deuren. Oh ja. Ja, dat gaan ze dus reconstrueren. Dus dat was backstage. En helemaal met versieringen, zie je daar? Hier? Ja. Oh, dit waren natuurlijk hele belangrijke. Ja. Wauw. Oh ja, echte stoelen waren dat, hé. Zie je dat? Met leuningen. Jeetje, dit is wel echt te gek. We staan echt gewoon. Je moet even de zee van mensen wegdenken, maar hoe fantastisch is dit? We zijn er hoor, op de top. Samen met 100.000 andere mensen. Maar het is wel echt zo ongelooflijk indrukwekkend en zo gigantisch groot. En je hebt dus gewoon rondom 360 view. Over de hele stad. Nou, dat is echt. Dan zie je ook hoe gigantisch Athene is. Dat is echt niet normaal. Waanzinnig. En daar is een soort uitkijkpost. Dus daar lopen we nu even heen. En dit, deze grote brokken, ik denk dat dit gewoon de originele stenen zijn. Echt bizar. Wauw, dit is toch wel echt helemaal te gek. Ja. Anna Fiotica, dat is hier beneden. We zien dus ons hotel. Het hotel is gewoon daar. Dat gele gebouw. Geel gebouw met zwembad. Ja, zelfde vlog. Zelfde vlog. Maar dit is wel echt te gek, hè? Nou, we hebben de Acropolis overleefd. Het was geweldig, maar ook erg heet. En we zijn nu inmiddels helemaal beneden weer. En bij een heel leuk lunchtentje aan het eten. Allemaal lekkere Griekse dingen besteld. En lekker lunch. Hallo, hallo, hallootjes. Oh, wat is het donker. Oh. Net een schilderijtje in deze spiegel. We hadden heerlijk geluncht. Toen zijn we naar de kamer gegaan. Hebben we even allemaal geslapen.
En nu, kijk maar naar E, helemaal dressed for the dinners. Ja. En ik ook, ik heb mijn heerlijke Skims jurk aan. Nou jongens, deze jurk, dat zit gewoon als een joggingbroek, maar dan een jurk. Het is echt fantastisch, ik ben helemaal fan. En we gaan in een heel leuk restaurant eten waar we ook al een keer hebben geluncht. Daar was het eten gewoon heel chill. Echt een beetje traditioneel Grieks. Daar gaan we zo heen. Dit is de straat van ons hotel. En aan het einde komen we gelijk al bij de gezellige winkelstraat. Moet je kijken hoe mooi dit gebouw ook. Super geil. Kijk, en dan gaan we hier naar links. En dan komen we lekker in een toeristische straat. Maar helemaal leuk. En gezellig. Allemaal linnen, goederen. Hoedjes en sieraden. Dit is allemaal linnen, dat is misschien wel leuk. Linnen blouses. Gaat iemand even met de motor doorheen? Kan allemaal. Helemaal losgeslagen. Ja, losgeslagen. Ze hebben ook overal hier die echte sponsen die nog leven. Hi, boerie knaaios. Oh. Hoe warm moeten die? Wil jij weer een poes? Het staat nu op camera. Zal Willem leuk vinden. Kijk hoe gezellig die lichtjes. Hier gaan we eten. Hoe leuk. Hoe gezellig. Goedemorgen. Wij zitten nu gezellig op een terrasje. Even een koffietje te doen. We hebben al ontbeten in het hotel. Maar we gaan vandaag naar het museum van Acropolis. Dus dan ga je eigenlijk alles zien wat ze hebben gevonden. Als in potten, vazen en die dingen. Dus weer een cultureel dagje vandaag. Het is volgens mij nu de warmste dag tot nu toe. Maar ja, ik geniet er toch maar even van. Wetende dat het in Amsterdam al winter is. Als ik gewoon mag geloven. Dus ik geniet er extra van. En ik heb weer een Amerikaanse outfit aan. Mijn pet. En een broekje en een t-shirt. Nou ja, prima. We gaan toch wel weer veel lopen vandaag. Dus why not? We zijn binnen en moet je kijken. Dit zijn dus allemaal dingen die ze hebben gevonden. En dan weer hebben gelijmd aan elkaar vast. Zie je aan al die stukjes. Hoe geweldig. 750 voor Christus. Nou, dit zijn de godinnen. Hier hebben ze een hele lijst nagemaakt. Als je je omdraait, dan zie je gewoon waar het allemaal heeft gelegen. Dat is wel echt geweldig. Daar zijn we natuurlijk gisteren geweest. Oh my god, het is de laatste avond. Het museum was echt waanzinnig om te zien. Heel blij dat we daar nog heen zijn gegaan. Eigenlijk moet je dat gewoon altijd combineren. Eerst naar de Acropolis en dan naar het Acropolis Museum. Want dan zie je een beetje, of dan krijg je een beetje een indruk hoe het er heeft uitgezien. Met alle beelden en fasen. Nou, vooral beelden. Het waren echt vooral beelden. Maar ja, heel erg mooi. Heel indrukwekkend. Toen zijn we weer even gaan lunchen. En nu zijn we op de kamer aan het omkleden. Voor de laatste avond. Het laatste avondmaal. En we gaan naar een modern Grieks restaurant. En we zijn al helemaal verslaafd aan de Griekse keuken. We eten ongeveer bij elke maaltijd tzatziki en gegrilde groenten uit de oven en Griekse salade. Nou, het is hier allemaal zo ontzettend lekker. Dus dat is heel erg fijn. En ik heb deze jurk aan van Stieglins. Een beetje warm. Maar ja, we gaan natuurlijk gewoon stilzitten buiten en het koelt wellicht een beetje af. En dan mijn Birkenstocks. Helemaal fashion. Zijn er gezellig. Helemaal leuk tentje. Ja, heel lekker. Ik was iets te laat met het eten te filmen, want alles is al op. Maar het was echt heerlijk. Hele goede kwaliteit. Hoe heet het ook weer, man? Annie's Fine Kitchen.
Annie's fine kitchen. Goedemorgen. Nou, de laatste dag is aangebroken. De laatste ochtend, want we vliegen vanmiddag. En we hebben de koffers ingepakt. En we gaan nu zo uitchecken. Maar we hebben dus nog een paar uurtjes over. Dus we gaan even nog even lekker bij het zwembad liggen. En dan is het alweer time to go. Het was echt een geweldige vakantie. Echt, nou, we hadden het nog nooit gedaan met z'n drietjes op vakantie. En het is zeker voor herhaling vatbaar. Want het was heel fijn. En hele fijne gesprekken. En ja, echt een moeder-dochter. Hè? Hoe cringy dat ook klinkt. Ja, een moeder-dochter vakantie. Maar was wel echt heel, heel, heel leuk. En nou ja, over een paar jaar weer sowieso. Dus we houden het erin. Oh, ik ga dit uitzicht ook missen. Acropolis. Oh, en by the way. Ik ging mijn koffer dus inpakken. Zie ik opeens een kaartje liggen. Helemaal onderin. Dat zie ik dus nu pas. De laatste ochtend dat we weggaan. Een heel lief geschreven kaartje van Ro. Nou, zo lief. Niet normaal. Ik heb hem echt ook... Nou, ik heb hem echt ook gemist. En ik ga hem vanavond weer zien. En ik kan echt niet wachten. Gewoon. Dus, nou ja. Zo lief die kaart. Echt bizar. Oké, nou. Ik ga de vlog afsluiten. Dus, dankjewel voor het kijken. En tot volgende week.